Vandaag zijn Ritchie en ik 3 jaar samen en om dat te vieren gaan we vanavond in een hotel slapen. Dit is de tas die ik mee ga nemen. Hij kraakt nog lekker, want hij is nieuw. En ik heb wat kleding die ik mee ga nemen. En mijn laptop zit erin, make-up productjes, tandenborstel, oplader. Ja, dit is de inhoud. Vandaag film ik ook met mijn nieuwe vlogcamera. En ik heb ook een nieuw statief. En wat ik zo fijn aan dit statief vind, is dat die geconnect is met mijn camera. En dan kan ik zo inzoomen. Ik kan ook het filmknopje intoetsen. Als ik wil beginnen of wil stoppen, kan er een foto mee maken. Dit is echt ideaal. En natuurlijk kan ik hem ook gebruiken als normaal statief door hem neer te zetten. Happy anniversary! We zijn nu in het hotel. Ga je me aanvullen? Ja. Ik ga een tour geven door onze kamer. We blijven in kamer 106. Kom binnen. Laten we beginnen met de badkamer. Het is niet spectaculair, maar het is een badkamer. We hebben hier dit gedeelte. De wc natuurlijk. En we hebben een inloopdouche. Dus je kan hier... Heel bijzonder. Nee, maar het is gewoon prima, weet je. Het is niet al luxe, maar... Het is niet dat we een week verblijven. Nee, zelf dan, weet je. Ja. Lekker simpel. Dan hebben we hier het slaapgedeelte. En onze eigen dinertafel. Ja, nu vanwege corona kan je natuurlijk niet echt in het hotel eten. Maar ze hebben op een creatieve manier iets bedacht door dit te creëren. Een tafel te plaatsen. Dus dat is wel nice. En dan hebben we hier het hoekje met allemaal foto's van de rechtbank. Want dit hotel was vroeger een rechtbank. Dus hier wat snackies, hoekie, spulletjes, eetgedeelte. En dan hebben we hier het bed. En wat het leuke is, toen tijdens het boeken hadden we aangegeven dat we vandaag onze 3-jarige anniversary hebben. En ze hebben ballonnetjes opgehangen. Een hartje op het bed gemaakt. Kijk hoe cute. Met chocolaatjes. En een kaartje. En dit is dan nog een zitgedeelte. Niet. En. Een tv. Met allemaal kastjes. Niet dat je hier allemaal dingen in gaat doen. Maar ik vind het wel leuk. En dit is dan onze rooftour. En. Dan hebben we ook nog een leuk uitzicht soort van. Ja, we hebben een kameel. Waar is hij? We hebben een kameel daar. Hallo. We hebben bubble tea gehaald. En wat vind je ervan? Zoet. Ja, zoet? Ja, heel zoet. Ik word altijd ongemakkelijk van verrassingen waarvan ik gewoon no idee heb. Ik heb een Chanel highlighter. Thanks, babe. Je ja. Had niet geholpen. Oh my god, nee. Jawel, je blijkt me wel echt. We hebben ons avondeten. Wat hebben we hier op het menu staan? Tataki. Ja, tataki rund. Ziet er zo lekker uit. Het ruikt ook lekker. Ja, smakelijk, Meep. Eet smakelijk. Thank you.
dit. Ja. We zijn gewoon 3 jaar samen. Klopt. Onze langste relatie ever tot nu toe. Ja. Hoe doen wij dat toch? Weet ik ook af en toe niet. Nee. Nou, grapje. Nee, maar wat is ons geheim tot een gezonde relatie? Want wij hebben... Nou, het is niet echt een geheim of zo. Maar wij hebben nooit ruzie. Het gaat best wel soepel. Dus hoe doen wij dat? Ik denk dat elkaars vrijheid geven, bieden. Mm-hmm. Kijk, ja, nu met corona, school en weet ik wat, stage, et cetera. Zien we elkaar eigenlijk alleen maar in het weekend. Mm-hmm. En... Gewoon je eigen ding kunnen doen. Ja. Goed met elkaar communiceren. Vanaf dat dag 1 zeggen we communication is key. Dus als er wat is... Dat gewoon op tafel gooien, daarover hebben. Mm-hmm. Niet dat er heel veel dingen zijn, maar gewoon open zijn met elkaar. En elkaar vertrouwen. Ik heb nooit geen moment van twijfel gehad of zo. Als en wat het ook is, gewoon als je samen bent, gewoon als je even geen zin hebt om iets samen te doen, gewoon ook iets zelf. Ja, dat je zelfstandig gewoon lekker je ding kan doen, maar dat je gezamenlijk elkaar kan aanvullen. En leuk met elkaar kan zijn. Ja. En af en toe gewoon. Basic. En af en toe gewoon klaaguurtje. Oh ja, dat vind ik ook heerlijk. Af en toe even klagen. Ja. Nee, maar ik weet het niet. Het gaat gewoon zo soepel. En weet je, naast dat wij in een relatie zitten, hebben wij ook een hele goede vriendschap. Het klinkt zo cliché. Oh, we hebben ook een goede vriendschap. Mm-hmm. Maar dat is wel echt zo. Als je niet met elkaar een goede band hebt, dan kan je ook niet echt een goede relatie bouwen, vind ik zelf. Nee. Dus ja, dat is ons geheim. Het is niks geheim, maar natuurlijk.